Basisschool De Opbouw wordt een nieuw integraal kindcentrum. Door een partnerschap met Kinderopvang Zuidwest-Friesland en aanpassing in de lestijden wordt flexibele kinderopvang aangeboden. Vrijdag kan iedereen kennis maken met dit kindcentrum. Helene Bolsjes, directrice van De Opbouw, vertelt wat er vrijdag staat te gebeuren. Het belangrijkste is dat wij willen laten zien dat we hier samen gaan werken met de kinderopvang. En dat willen we heel graag aan iedereen laten zien. Van, er is straks een kindcentrum hier op deze locatie, een prachtige locatie, waar de kinderen terecht kunnen van 7 uur 's morgens tot 7 uur 's avonds. En wij willen de ouders laten beleven hoe het onderwijs bij ons op school is, op de opbouw. En dat doen we door middel van workshops, door kinderen, voor de ouderen. We laten de ouders ook zien wat de resultaten zijn van ons mooie onderwijs, van ons boeiende onderwijs hier op school. En daar zal informatie gegeven worden over het kindcentrum. En dat gebeurt door ons. En door de kinderopvang is ze aanwezig. En ook de peuterspeelzaal die hier in dit pand zit, zal er aanwezig zijn. Want hoe bijzonder is zo'n samenwerking als je kijkt in Friesland? Zijn er meer van dat soort projecten? Het is in deze regio heel uniek dat het door een Jeneplanschool is. Want de Jeneplanschool hier in de regio zijn wij de enige. Daarnaast zijn er natuurlijk een aantal projecten gestart. Brede scholen. Maar wij zeggen, wij zijn een kindcentrum en we zitten niet alleen onder één dak. En we bieden niet alleen de mogelijkheid om uw kind op te laten vangen. Maar wij gaan ook inhoudelijk, hebben wij afspraken gemaakt. Het belangrijkste daarin is dat we dezelfde visie delen, hoe wij naar kinderen kijken. En dat willen we heel graag uitdragen, zodat er een doorgaande lijn ontstaat vanuit de kinderopvang naar de school toe. Jullie zitten hier wat dat betreft wel op een toplocatie. Alles zit eigenlijk ook gewoon bij elkaar. De kinderopvang, de buitenschoolse opvang zit hier tegenover, de school hier. Ja, het is echt geweldig. En dat niet alleen, maar we hebben ook nog eens een keertje een geweldige omgeving hier. We hebben hier tuinen achter. We hebben voor een park waar we met de kinderen naartoe kunnen gaan. Dus beter kan niet. En morgen die dag, hoe ziet die er precies uit? Zijn de kinderen op school er ook op een bepaalde manier mee bezig geweest? De kinderen zijn er zeker op een bepaalde manier mee bezig geweest. Het is zo dat wij een slogan hebben, de opbouw natuurlijk grensverleggend. En dat heeft twee aspecten, dat wij zeggen wij gaan over grenzen heen zoals wij nu aan de gang gaan met het kindcentrum. Maar daarnaast is het zo dat Bolsward bij Sneek samen ook de Zuidwest-Friesland de nieuwe gemeente is, met nog andere gemeentes erbij. En daar hebben we gezegd, dat is een hele mooie kans om ons te profileren. En toen hebben wij als team ook bedacht van, hoe kunnen we daarin op inhaken? En we hebben het thema deuren bedacht. En dat thema, dat gaat door de hele school heen. En daar is ook duidelijk een hele doorgaande lijn. En ik denk dat het heel leuk is dat de kinderen zo meteen even er wat over vertellen. Zeg maar, wat doen jullie op school nu? Nou, we hebben dus het thema de deur door. En dan moeten we dus een deur fotograferen uit Bolsward, waarvan we benieuwd zijn wat er achter zit. Of van waarvan je weet dat er een boeiend verhaal achter zit. En ik heb de deur van Hoogwald uitgekozen. Ik weet niet welke jij had. Ik had de deur van de bakkerij. Hoe heet het? Kroontje? Ja, nou, in ieder geval een bakker in Bolsward. Ja, op de Appelmarkt. En waarom heb jij juist die deur uitgekozen? Nou, omdat ik ben er eigenlijk nog nooit binnen geweest en ik wou eigenlijk wel bakjes eten. Ja. Ja. En is het je ook nog gelukt om binnen te komen? Ja, ik heb daar ook al een interview gedaan, ja. En hoe was dat om nou binnen te kijken? Een heel ander beeld gekregen van een bakkerij? Ja, eigenlijk wel. Dus wat ze allemaal deden en wat die mevrouw leuk vond om te doen. Ja. En is het je ook nog gelukt wat hij zei om gebakjes te eten? Nee. Oké, jij had ook wat gefotografeerd, ook binnengekomen? Ja, ook gelukt, ja. Geen rondleiding, want dat kon niet, want het is wel voedsel wat ze daar maken. Dus aan het is heel hygiënisch, dus dan kunnen dat niet. Maar het was wel mooi om eens te zien wat daar dan gebeurde. Ja, we weten nu heel veel meer, ja.